De Zichtweg, het heeft meerdere betekenissen, maar één daarvan doet hem echt eer aan, want je hebt hier een prachtig zicht. Vanuit de woonkamer, vanuit de tuin van deze woning aan de Zichtweg in Elspeet heb je een fantastisch Veluws uitzicht. Je kijkt over de weilanden, richting de bosrand. Schitterend. Terwijl je hier toch heel centraal woont, dat laat ik u straks zien. Maar het is een huis uit de jaren 80, wat helemaal nageïsoleerd is. In 2015 zijn alle kozijnen vervangen met triple beglazing op de begane grond, HR++ op de verdieping, zonnepanelen, hele goede houtkachel. Nou, ik zei het al, na isolatie, je hebt energielabel A, hele lage maandlasten. En dat is nog eens genieten, zeker als je dan op zo'n prachtig plekje zit, waar je zo mooi wegkijkt. Ja, je woont hier enerzijds heel landelijk, maar anderzijds woon je hier in een heel rustig woonerfje. Doodlopend stukje, eigenlijk alleen bestemmingsverkeer wat hier voorbij komt. Dus je woont hier uitermate rustig, maar wel heel centraal, dichtbij, op loopafstand van de voorzieningen van het dorp. Een huis, ik zei het al, uit de jaren 80, gebouwd op een perceel van 540 vierkante meter grond. Hier aan het eind van het erfje vindt u de oprit. Voor meerdere auto's geschikt. Je woont hier eigenlijk op een soort eilandje, aan het eind van de Zichtweg. Met dus de levendigheid van het dorp vlakbij, maar toch schitterend landelijk en vrijgelegen. Ja, het huis is echt op en top onderhouden. Het schilderwerk, het blinkt u tegemoet. Het is diverse keren uitgebouwd, waaronder ook bij de garage waar een kap opgebouwd is. Muur omgezet is met goede isolatie, dus ideaal natuurlijk gelijk vloers, een garage, kantoorruimte. En hier de aanbouw met een slaapkamer en een badkamer beneden. Dus gelijk vloers wonen kan, werken gelijk vloers kan en hobbyen gelijk vloers kan. Deze veranda bijvoorbeeld, of carport, ideaal natuurlijk om overdekt binnen te komen. En ik ga je alvast een indruk geven van binnen. Ja, ideaal natuurlijk om zo overdekt binnen te komen bij de woning. En ik zei het al, gelijkvloers is er heel veel ruimte. In de centrale gang, daar is de trappartij natuurlijk naar de verdieping. Rechts de woonkamer, dat ik u straks zien. Maar hier gelijk al eerst links een slaapkamer. Althans een voormalige slaapkamer moet ik zeggen. Het wordt nu gebruikt als een kantoor met maar liefst twee grote vaste inbouwkasten. Een ideale werkplek, zeker als je deze tijd ook thuis wilt werken, dan heb je een heerlijke plek. Grote raampartijen geven natuurlijk lekker lichtinval, triple beglazing zoals ik al zei. En dan vervolgens de woonkamer, de andere kant van de gang. En vanuit het kantoor is er ook nog een deur naar de woonkamer. En dan komt u vervolgens in de woonkamer, ja, waar natuurlijk allereerst uw aandacht getrokken wordt naar die grote raampartijen, waardoor je prachtig uitzicht hebt. Want het is een L-vormige woonkamer met centraal hier het zitgedeelte met prachtig uitzicht over de weilanden. Ja, het is een heerlijke woonkamer waar je natuurlijk dagelijks kunt genieten van het prachtige uitzicht. En in de wintermaanden heb je hier een heerlijke verwarmingsbron. Want als je de deuren open zit, verwarmt die eigenlijk de hele begane grond. Een heerlijke kachel, houtkachel, met hierboven zelfs nog de mogelijkheid om je pizza op te warmen. En dus hier het zitgedeelte, hier een eetgedeelte. En dan vindt u hier nog de deur naar het kantoor, wat ik u net liet zien. En dan hier volgens de keuken. Het is nu een dichte keuken. Je zou het eventueel open kunnen maken als u dat zou willen. Maar een nette keuken met een U-vormige opstelling. Inbouwapparatuur, waaronder een oven, een combi-magnetron, vaatwasser en een inductiekookplaat. Ja, wat natuurlijk heel praktisch is, is een bijkeuken. En die vindt u achter deze deur. Ideale ruimte met aansluiting voor de wasapparatuur, tweede koelkast bijvoorbeeld. Hier een deur naar de voortuin. Achter mij vindt u een deur naar een inpandige berging, klusruimte. En hier is een deur naar een grote garage. Daar zag u de deur van aan de buitenzijde. En boven deze ruimte zit nog een hele grote zolder geïsoleerd. Daar is nog een mogelijkheid om het realiseren van bijvoorbeeld twee slaapkamers. En ik zei het al, het is in 2015 grondig gemoderniseerd. Alle kozijnen zijn vervangen, dus hier beneden is eigenlijk alles triple beglazing. Heerlijk natuurlijk, vloerisolatie. De spouw is geïsoleerd, het dak is helemaal nageïsoleerd. Waardoor het een heerlijk comfortabel huis is met hele lage energielasten. En in 2015 is hier dus de aanbouw gerealiseerd. En dat is echt een meerwaarde, want hier heb je fantastische oude slaapkamer gelijkvloers. Hele mooie ruime slaapkamer. Prachtig wakker worden, omdat je zo over de weilanden wegkijkt. Fantastische ruime slaapkamer natuurlijk, zeker om alles gelijk vloers te hebben. Dan vindt u hiervoor de badkamer. Een keurig en neutrale badkamer uit 2015 dus, voorzien van een ruime inloopdouche, een toilet en een wastafel. Ja, dan is er nog meer zelfs, want hier is dan vliezen we trap naar een grote bergzolder op staanhoogte boven de aanbouw.
waardoor je altijd wel bergruimte genoeg heeft. Maar op de eerste verdieping van het bestaande huis, om het maar zo te zeggen, is nog veel meer ruimte. Want op die eerste verdieping vindt u verrassend veel ruimte. Twee slaapkamers, hier nog een berging, technische ruimte met een cv-ketel. De badkamer, tweede badkamer. En hier aan de voorkant dus een ruime slaapkamer. U ziet het, past makkelijk een tweepersoonsbed in. Grote bergruimte achter de knieschotten voor extra bergruimte. En ook hierboven kozijnen vervangen met HR++ beglazing. Ja, en dan tussen de slaapkamer vindt u dus hier een badkamer aan de zijkant, voorzien van een dakkapel. Net de badkamer met een douchegedeelte, lichtbad, toilet en een wastafel. Ja, en dan de tweede bijzondere kamer, om maar zo te zeggen. Want dit is geen slaapkamer, dit is een hobbykamer. En wat voor een. Een fantastische ruimte waar je echt in hartelust je hobby kunt uitvoeren hier. En als je dan toch je hobby uitvoert, heb je ook nog eens een prachtig uitzicht vanuit deze slaapkamer. Ja, je ziet dit, een huis met ontzettend veel ruimte. Heel veel mogelijkheden. Omdat u gelijkvloers zoveel ruimte heeft, is het een ideaal huis voor meerdere doelgroepen. Gelijkvloers wonen, gezinnen, werk aan huis, het kan hier allemaal. Want je woont hier heel centraal, voor kinderen ideaal, maar ook voor uzelf bij de voorzieningen. En een natuurliefhebber die komt hier meer dan tot zijn recht. Want je hebt hier een fantastisch uitzicht. Ja, want natuur, rust, ruimte, je hebt het hier allemaal. Wilt u nog meer informatie over de woning? Kijk dan op de website zichtweg5.nl, daar vindt u alles. Maar liever nog leid ik u hier rond om dit prachtige plekje aan u te laten zien en ervaren. Want dit is een plekje wat u gezien moet hebben. Van harte welkom.